Johan Derksen heeft een opmerkelijk advies voor Ajax. René van der Gijp tipt bondscoach Ronald Koeman. En er is groot nieuws over Noah Lang. Ja, als Johan Derksen het voor de zeggen had bij Ajax, dan had hij Feyenoord-trainer Arne Slot een langdurig contract met een waanzinnig salaris aangeboden. Dat vertelde de televisiepersoonlijkheid woensdagavond in Vandaag Insight. Derksen is ervan overtuigd dat Slot Ajax weer op de rit kan krijgen. Wat er moet gebeuren om Ajax er weer bovenop te krijgen? Derksen denkt dat de club misschien een poging moet gaan wagen om Arne Slot weg te lokken uit Rotterdam-Zuid. Als ik Ajax was, zou ik er misschien alles aan doen om Slot een heel langjarig contract te geven. Ik zou zeggen, kom maar hier voor een waanzinnig salaris. Je mag het gaan opbouwen. Leg hem maar voor 8 jaar vast, dan kan hij een nieuw elftal gaan opbouwen en daar kan hij wat ook mee bereiken. Zo klonk het namens de snor die Pascal Jansen of Ron Jans ook wel leiding ziet geven aan de opbouwfase van Ajax. Jansen is na zijn ontslag bij AZ, medio januari zonder club, terwijl Jansen een uitstekende samenwerking met FC Twente het ook bij FC Utrecht op de rit heeft gekregen. Maar Arne Slot naar Ajax, zowel Wilfred Gené als René van der Gijp zien het niet gebeuren. Ik zie wel dat Slot naar Feyenoord liever naar het buitenland gaat. Dat hij niet dat gezeik wil hebben als hij naar de grote concurrent gaat, al dus van der Gijp. Concurrenten zijn Feyenoord en Ajax dit seizoen zeker niet van elkaar. Het verschil op de ranglijst is 16 punten in het voordeel van de Rotterdammers, die in september al met 0-4 wonnen in de Johan Cruijff Arena. Op 7 april staat de tweede klassieker op het programma, maar dan in de Kuip in Rotterdam. Ja, en dan blijven we even in de hoek van Vandaag Insight, want René van der Gijp vindt dat bondscoach Ronald Koeman serieus moet overwegen om Jerry Schouten in de Nederlands elftal naast Virgil van Dijk neer te zetten. Schouten is van nature middenvelder, maar maakt dit seizoen bij PSV ook veel indruk in de rol van centrale verdediger. De Eindhovenaren spelen op 3 december jongsleden de topper tegen Feyenoord en Peter Bos verbaasde die middag in Rotterdam-Zuid vriend en vijand door in zijn achterhoede een plekje in te ruimen voor Jerry Schouten. De middenvelder verhuilde Bologna afgelopen zomer voor PSV en maakte in zijn eerste maanden meteen veel indruk, maar moest het in de Kuip op een andere positie laten zien. Daar maakte Schouten in de thuiswedstrijd tegen Rangers in de voorronde van de Champions League weliswaar ook als een opwachting, maar dat was toen ook alweer even geleden. De tweevoudige Oranje International vulde de rol van centrale verdediger tegen Feyenoord uitstekend in. Diens optreden smaakte Bos naar meer en de PSV-trainer besloot hem vaker achterin op te stellen. Dat gebeurde in de uitwedstrijd tegen AZ, maar ook afgelopen dinsdag in het heenduel met Borussia Dortmund in de 8e finales van de Champions League. Omdat we gaan proberen voetballend het verschil te maken, dan heb je met Schouten achterop een extra wapen. Dat verklaarde Bos voor de camera van Ziggo Sport over zijn keuze. Schouten liet zien ook op het hoogste niveau prima als centrale verdediger uit de voeten te kunnen. Dat is van der Gijp niet onopgemerkt gebleven. Daar moeten we toch ook gewoon aan gaan denken om die Schouten gewoon naast Van Dijk te gaan zetten, zei de voormalig profvoetballer woensdagavond in Vandaag Insight. Hij is een echte opbouwer, hè? Hij deed het echt fantastisch dinsdagavond. Of Koeman Schouten ook als optie voor het hart van de defensie ziet, zal moeten blijken. De bondscoach heeft op die positie voldoende opties. Naast Virgil van Dijk kunnen ook Nathan Aké, Matthijs de Ligt, Mickey van de Ven, Sven Botman en Lucherel Geertruida daar allemaal uit de voeten. Schouten droeg tot op heden 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Ja, nu we toch bij PSV zijn, blijven we daar even hangen, want er is groot nieuws over Noah Lang. Noah Lang staat door een hamstringblessure al een paar weken aan de kant en zal voorlopig nog niet in actie komen, maar het is zeker niet stil rondom zijn persoon. Integendeel zelfs, de aanvaller van PSV krijgt een eigen documentaireserie, Lastpak Noah Lang. De serie kent 4 afleveringen die vanaf vrijdag te zien zijn op Prime Video. Lang groeide in de afgelopen jaren uit tot een van de meest besproken Nederlandse voetballers. De dribbelaar verruilde Ajax in de zomer van 2020 op huurbasis voor Club Brugge, alvorens een jaar later definitief de overstap te maken naar de Belgische topclub. Lang had niet veel tijd nodig om de harten van het Brugse publiek te veroveren en groeide al snel uit tot één van en zo niet de beste voetballer in de Jubilair Pro League. Hij maakte indruk met zijn acties en doelpunten, maar zorgde met zijn gedrag en interviews ook voor de nodige ophef. Zo verzekerde Lang het Belgische voetbalpubliek in de zomer van 2022 niet meer terug te keren, maar een transfer bleef uit. Een jaar later vertrok hij dan toch uit België en Lang keerde bij PSV terug op de Nederlandse velden. Ook in Eindhovense dienst was er snel raak voor de aanvaller. Hij bezorgde zijn nieuwe werkgever in zijn eerste officiële wedstrijd meteen de eerste prijs van het seizoen, namelijk de Johan Cruijffschaal 0-1 tegen Feyenoord. Lang was vervolgens in de Eredivisie ook trefzeker tegen FC Utrecht, RKC Waalwijk, NEC en FC Volendam. Maar door blessureleed hebben de PSV en de Oranje International nog niet heel veel plezier aan elkaar kunnen beleven. Hij kwam vooralsnog slechts 19 keer in actie, goed voor 5 doelpunten en 1 assist. Zijn laatste minuten dateren van 27 januari in de thuiswedstrijd tegen Almere City. Op Prime Video krijgen geïnteresseerden toch nog een kans om naar Noah Lang te kijken. De voormalige Ajax-ziet is voor zijn documentaire gedurende een lange periode gevolgd door de camera bij Club Brugge, PSV, Oranje en in zijn privéleven.
Van ruzies op het veld tot confrontaties thuis. Laspak Noah Lang neemt je mee in het confronterende verhaal van Noah Lang. Een man die zijn droomtransfer najaagt in een harde wereld waar de mensen zijn geslepen en fouten snel gemaakt zijn, wordt Prime geciteerd door nu.nl. In de serie komen meerdere mensen die met Lang botsen aan het woord, onder wie voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag en voormalig Club Brugge-trainer Alfred Schreuder, zo klinkt het. Ook Denzel Dumfries en Jurrien Timber en de ouders van Lang maken hun opwachting. Ja, willen jullie nu op de hoogte blijven van het allerlaatste voetbalnieuws? Vergeet dan zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en check www.fcupdate.nl.